Eerst even iets over Blaringen voordat we vertrekken. Dus hier zitten we nog even. Onze club is vrij groot. We gaan nog wel een beetje compact te lopen. Op bepaalde punten stop ik, daar vertel ik wat. En als we dan weer even verzamelen. Ik heb ook rustig gezegd, dan gaan we doen wat je wil. We blijven even bij elkaar. Dat is vanavond nog. Sebastian Reitsma. Hey. Ria Salin aan de kroon. Goed. Thomas is er wel. Molenaar. Ja. Luca die los. Kijk. De Gemma, ja. Vrona heb ik gezien. Appelson. Oh, dat is al de kroon. Dan komt hij aan de kroon. Levert een andere kraak op als je gebeld hebt. En het was toen 2,50 april, dus dat was wel geld. En dan stak nu al een aardappel of een beetje rotzooi in de brand, riep hier naartoe, trok aan die bel. In die kraak en ging bij Moeken, ging het op zijn zitten zuipen. Is staan hier in de Kruiskuil. En dan ben ik gevraagd, hoe heet dit de Kruiskuil? Dat hier de Brinkelaan komt eruit, de lange weg. De Fransen staat kruisten in de kerkwaan. Dus vroeger was het, dat weet jij ook nog wel. Was dit allemaal steen? Ja. Dit was één grote kruising. Als een kloek die op zijn kuiken zit. En 22 bijlers. En de landbouwschool in 54. En de fietsen. Voor me kijken wat een grote boerderij die mensen hebben. Nee? Blaringen is van origine een katholieke arme boerenbevolking die te veel had om dood te gaan en te weinig om te blijven leven. Ze viel niet meer van armoede. En dat is eigenlijk pas na de jaren 50 is dat. Hier hebben ze vrede hier gestaan dat is er gebeurd. Hebben ze tegenover. Dat werd hem door de graaf van Holland niet in dak afgenomen met onder andere.
Gerrit van Velsen. En die zetten hem gevangen in het Muiderslot. Zijn gehoorigen hoorden dat en wilden hem gaan bevrijden. 1296 kwamen ze bij en toen herstelden ze hem. Ze waren nog vermoeden uit het Muiderslot. En toen hoorden ze dat ze eraan kwamen, hebben ze bij Gerrit van Velsen. Heeft hem vermoord in Muidenberg op de Brink. Er staat er nog een gedenksteen ervan. Hier is graf van de 5e, geloof ik, juli, geloof ik, 6. Hij hoort hier en die ben je niet kwijt. Oh, dat gaat niet. Meneer Bosgewijn, aan de...